Denzel, gefeliciteerd met je overstap naar ADO Den Haag. Ja, hoe blij ben je hiermee? Ja, hartstikke blij. Ik voel me goed om hier te mogen spelen. En ja, ik kan niet wachten om snel de spelers te ontmoeten. Nou, je werd ook veel met verschillende clubs gelinkt, ook uit de Eredivisie. Waarom kies je dan voor ADO Den Haag? Ja, omdat ik met de trainer Dirk Kuyt heb ik 2 jaar samengewerkt. En ja, ik denk dat ik hier het beste mezelf kan ontwikkelen ook. En ja, ik wil graag ADO helpen om terug de Eredivisie in te komen. Ja, je zegt je kent de trainer al. Wat voor type trainer is Dirk? Ja, het is een tijdje geleden, maar het is wel gewoon een duidelijke trainer. Het is gewoon goede training en ja, ik kan goed met hem samenwerken. Dus we weten wat we aan elkaar hebben. Ja, voor de supporters die je niet zo goed kennen, kun je eens wat vertellen over jezelf? Ik ben een rechter vleugelverdediger. Ik ben denk ik wel redelijk snel. Ik hou van duels, agressiviteit en aan de bal. Kan ik ook mijn steentje bijdragen. Dus ik hoop veel assists en goals wellicht te kunnen maken. Ja, nou, waarschijnlijk ken je natuurlijk al wat spelers uit de huidige selectie. Wie zijn dat allemaal? Nu ken ik Joel Zwarts, ik ken Jordi Weerman, Therese en dan uiteraard de trainer. Ja, en heb je er dan ook extra zin in omdat je ook die spelers kent, de club al een beetje kent? Ja, uiteraard. Maar of die spelers hier nou zaten of niet, ik had sowieso veel zin om hier te komen. Dus dat moet wel goed komen. Ja, en welke doelstelling heb je hier voor dit seizoen? Zoveel mogelijk wedstrijden maken en kampioen worden. Kampioen worden, dat lijkt me een hele mooie. Dat moet met ADO.